een beetje teleurgesteld, denk ik, met het resultaat van 0 tegen 0. Met name de 0 voor. Ja, de 0 voor ben ik een beetje teleurgesteld. En kijk, ik denk dat we 3-4 aardige kansen kregen. En daar had er eentje van ingemoeten. Ja, maar over het algemeen, deze wedstrijd verdiende in mijn ogen niet echt een winnaar. Nou goed, Alphense Boys hield constant 6-7 man achter de bal. Dus dat was heel moeilijk voetballen. Ze streden voor iedere meter en er gingen er een aantal spelers met kramp vanaf bij Alphense Boys. Maar ik denk dat wij prima naar omstandigheden gespeeld hebben. En de jongens typeerden het wel mooi net toen we even met z'n allen bij elkaar stonden. Het is zonde, ja, het is zonde, maar er is geen man overboord. Nee, niet echt. De koppositie wordt nu gedeeld met de Oegstgeest, want die hebben we vandaag dus gewonnen. Daar sta je dus nu gelijk. Dat betekent voor de periode dat je nog zaterdag nog een hele belangrijke wedstrijd gaat krijgen, denk ik. Ja, komende zaterdag niet, want we staan stil. Maar die zaterdag erop spelen we uit bij Voetbal Factory. En ja, dat zal een wedstrijd worden dat we weerskanten de stand goed in de gaten zullen gaan houden. Ja. Maar goed, voor vandaag, de wedstrijd vandaag. Eerste kwartier voor Alphense Boys, daarna waren jullie bovenliggende partij. Tweede helft vond ik Alphense Boys wat gevaarlijker. Goede redding van Michael Duchatelier nog eventjes vlakbij na het begin van de tweede helft. Dus dat was toch wel belangrijk, denk ik, op dat moment. Ja, op dat moment was hij zeker belangrijk. Gevaarlijker. Kijk, Alphense Boys speelde echt op de counters. Die hielden constant 6-7 man achterin. En ja, voorin hebben ze gewoon heel veel snelheid en andere jongens lopen. Nou goed, ik denk dat als je echt naar gevaarlijkheid kijkt, als ik zie Aziz en Leekan, zie ik twee bloedkansen nog krijgen in de laatste 10 minuten. Aziz ver in blessuretijd. Ja, weet je, dus ik denk als je echt naar gevaarlijkheid kijkt, denk ik, het Alphense Boys was dreigend. Maar wij probeerden echt te bijten en konden ook afdrukken op de goal. Maar goed, Sven keepte een prima wedstrijd. Ja, en jullie speelden echt met volop de aanval de laatste 10 minuten. Echt vaarbank. Alles op die aanval gooien en toch proberen die winnende treffer te halen. Ja, goed, wij willen gewoon, dat roep ik al, wij willen proberen iedere wedstrijd te winnen. Dus ja, dan, als het 0-0 staat, dan gaan we aanvallend wisselen. Nou, dat hebben we prima gedaan. Op een gegeven moment stonden we met 5 aanvallers. Ja, werd er nog een speler van Alphense Boys naar achter gehaald. Ja, weet je, we speelden tegen een muur en dat hebben ze gewoon goed gedaan. Kortom, het was vechten tegen de bierkuip bijna. Nee, dat vind ik te negatief. Want wij creëerden ook in die 10 minuten dat we dat deden. Dus die twee grote kansen. Ja, dan kun je wel zeggen vechten. Maar we hebben het gewoon prima gedaan. Die jongens die schieten niet expres die bal er niet in. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, dat zou ook geen goede zaak zijn. Met het oog naar de toekomst toe. Gewoon nog lekker blijven spelen. En dan proberen toch die periodetitel te halen. Of zelfs verder gewoon kampioen worden. Nou, ik kijk niet verder als de volgende wedstrijd en dan staat de periode op het spel. Want zo is het, simpel is het. Het is Oegstgeest of Aarlanderveen die periode gaat pakken. Ja, we weten wat ons te doen staat. We moeten gewoon winnen bij Voetbal Factory. En dan kijken we na afloop wat Oegstgeest uit bij Zwuitse Boys heeft gedaan. En als jullie winnen, dan zal het doelsaldo waarschijnlijk van een beslissende factor zijn. Nou, weet je, als wij winnen, dan zeg je het goed. Maar Oegstgeest heeft ook geen makkelijk programma. Want wij hebben ook uitgespeeld bij Hazen Woudse Boys. Dat is gewoon echt een hele goede ploeg. Dus alles ligt gewoon open voor over 2 weken.